We gaan nu beginnen met de massage van de segmenten van de rug. Ze zijn ook allemaal nog terug te lezen natuurlijk in het werkboek van de massage. Ik ga ze wel even kort voor je voordoen. We beginnen daar dus met de gehele rug. Dus alle spieren die in het vorige filmpje zijn benoemd, die gaan nu ook aangeraakt worden en gemasseerd worden. We beginnen heel simpel. Twee handen. Helemaal naar boven. Dat is de eerste. De tweede is richting de schoudertop. De derde richting de oksel. De vierde gaat over de ribben heen. En de vijfde gaat naar de lenden. Maar je zag dat ik eigenlijk alleen heen deed. Eigenlijk is de bedoeling dat je het heen de druk geeft. En terug rustig met bijvoorbeeld de handpalm terug gaat. Dus met de heenweg geef je wel druk. Terugweg, geef je zo min mogelijk druk. Maar je maakt wel contact. Nou, dat kan dus ook naar de buitenkant. Maar dat kan dus ook... Bijvoorbeeld met plat grief heen. Alleen stimuleren natuurlijk weer haak je grief terug. Dat kan dan natuurlijk ook naar de top. En dan bijvoorbeeld met de zigzag terug. Ja, dat kan dus variërend. Mits natuurlijk welke massage je gebruikt. Of het een stimuleren is. Dus dit herhaal je een paar keer. Ik ga nog één keer doen. Helemaal. Dit was de massage van de segmenten van de 5 segmenten van de rug.